Hey, what's good? Oké, vandaag hebben we weer een nieuwe jongens-meisjes video. Ik weet het, het is lang geleden, maar cool deze video de 2000 likes hadden, dan zeggen ze super zijn. Vandaag gaan we het hebben over dit. Vindt een jongen leuk aan een meisje? Oké, het is meer mijn eigen mening. Dus mijn vrienden of zo vinden iets anders leuk dan wat ik leuk vind aan een meisje. Maar ja, dit is gewoon niet wat ik leuk vind. Dus ik ga het jullie vertellen. En misschien kom je er wat verder mee. En misschien gebruik je de tips. En misschien heb je straks mijn vriendje. Ah, ik denk het niet, omdat mijn tips gewoon nergens op staan. Maar hey, laten we beginnen met tip nummer 1. Oké, op nummer 1 heb ik iets wat best wel belangrijk voor mij is. Ik vind als een meisje mooie ogen heeft, dan ben ik meteen verliefd op diegene. En dat ligt eraan. Kijk, stel je hebt bruine ogen, maar dan kan je nog steeds mooie ogen hebben. Elke oog is anders. Kijk, natuurlijk heb ik een zwak voor blauwe ogen. Want blauwe ogen zijn gewoon erg knijters mooi. Maar stel je hebt bruine ogen, dan hoef je niet te denken van, oh, ik heb bruine ogen, die zijn niet mooi. Tuurlijk wel. Kijk, elk oog is anders en elk oog kan mooi zijn. Als ik denk van, wow, zij heeft echt mooi bruine ogen. Zij heeft echt mooi groene ogen. Zij heeft echt mooi rode ogen. Bestaan dat, rode ogen? Hey, laat even achter in de reacties of rode ogen bestaan. Lijkt me echt hard om te weten. Ah, ik heb jeuk op mijn rug. Wil jij even voor mij krabben? Oh nee, wacht. Je kan hier niet bij komen. Dat is nou weer jammer. Balen als een stekker. Oké, we gaan verder. Oké, wat ik ook best wel belangrijk is, is haar klerensmaak. Oké, ik vind het heel leuk, echt heel mooi, als meiden iets van een rode trui en een zwarte broek aan hebben. Ik weet niet waarom, of een gele trui en een zwarte broek, maar die combinatie... Magnifique! Hey, je kijkt hierin. Oh, nu mag ik je slaan. Nee, als iemand zo'n felle trui aan heeft, vind ik op een of andere manier best wel chill, echt heel sexy. Oké, waar een jongen ook naar kijkt is haar gedrag. En die dingen kunnen we mooi vinden, want de cliché, ik kom niet anders bij de 5. Maar wat een jongen ook naar kijkt en altijd wel mooi vindt is haar gedrag. Ik vind dat een meisje juist heel gek moet kunnen doen. Niet te gek, niet dat ik me irriteer, maar gewoon grappig, weet je. Gewoon dat ze kan irriteren met me en gewoon, ja, irritant kan zijn, maar wel op een grappige manier. Kijk, stel je praat echt nooit, dat is niet goed. Maar stel je, ik kan wel aan iemand zien van, oh, ze is een beetje verlegen. Maar als je dan nog steeds chill doet, dan weet ik zeker dat je over een tijdje wel gewoon chill bent. Dus, dat is best wel pretty cool. Mijn haar is echt veel te lang, jongen. Kijk, let op. Ik doe zo. Ik kom gewoon tot mijn neus. Ik moet weer naar de kapper. Maar ja, weet je, skere tijden. Nummer 4, wat jongens ook heel mooi vinden aan meiden, is hun haar. Oké, ik heb soms meiden die hun haar als een knoetje doen. Oké, ik snap het is handig en zo, het is niet irritant. Maar het is wel een afknapper bij een jongen. Dus heb je een date of zo, doe je haar niet in een knoetje. Nee, doe je haar gewoon chill. Oké, wat ik mooi vind is als meiden gewoon, weet ik veel, hun haar gewoon lang hebben. Dat vind ik meestal wel gewoon sexy. Tommy Hilfiger. Oh, die moet je hem laten zien in beeld, hè? Ja, kunnen ze laten zien hoe dik het is. Tommy Hilfiger. What the fuck doe jij? Oh ja, dat wou ik ook net zeggen. Kijk, wat denk jij wat een jongen dus leuk vindt aan een meid? Gebit. Ah ja, goeie. Wat is zo'n vies ding gebit heb dan? Het allerlaatste is gebit. Stel ze heeft mooie tanden. Stel je mooie tanden. Die kan je niet vervangen. Oh. Volgen wij op Instagram. Meike. / vechter. /50. Doe maar eventjes. Oké. Hey, wat goed. Oké, dit was de video. Wil jij dat ik weer vaker jongens mijn video ga maken? Laat even een onderwerp achter hier in de reacties. Dat zou super tof zijn. En voor de rest, ik zie jullie wel volgende week bij een nieuwe video. Het kan zijn dat ik deze paar weken één keer in de week ga uploaden. Ik hoop dat je het niet erg vindt. Ik hoop niet dat je nou gaat huilen achter je stoel. En dan zie ik jou met je leuke kopie weer later natuurlijk. Oh ja, en volg mij ook even op Instagram. Mijn Instagram is steven.vechter_official.